De weg die van Soestdijk naar Bilthoven loopt, ligt ergens halverwege aan de linkerkant, vlak na de driesprong met de Embrassementsweg, het Buiten Ewijkshoeve. Prachtig gelegen, met een wijd uitzicht over de weilanden. Er loopt een oprijlaan van de weg naar de achterzijde van het huis, waar veel rhododendrons en beuken staan. Vanaf de weg is de achterkant van het symmetrisch gebouwde huis duidelijk te zien. De lage benedenetage met 4 ramen en een deur op het terras aan de vijver. De eerste etage heeft aan de straatkant 2 ramen aan weerszijden van 3 heel hoge balkondeuren. En het balkon heeft 2 klassicistische pilaren. Achter het balkon ligt de grote salon, geflankeerd door een eetkamer en een biljartkamer. Een van de latere bewoners van het huis, de dichteres Jacqueline van der Waals, schreef: wie heeft dit oude huis zo vreemd gebouwd, dat boven alle woonvertrekken zijn, de slaapvertrekken in het onderhuis? Laag zijn de vensters en de ramen slaan wijd open in de maanbeglansde nacht. Waarom is niets gedaan tot veiligheid van wie dit huis bewonen? Waarom zijn de vensters niet als kelderraam getralied? Niet een gedicht van Jacqueline van der Waals, maar van Herman Gorter is aanleiding geweest voor Rijn van der Wiel om een monografie te schrijven over dit buitenhuis. Ewijkshoeve, Tuin van 80 heet het boek dat in 1988 verscheen. In mijn studietijd, eigenlijk in het tweede jaar, kreeg ik college van NO Ent. En NO Ent was een ongelooflijk begeesterde spreker en leraar. En hij heeft ons college gegeven over de beweging van 80. En daarin speelde het vers van Herman Gorter bij de dood van Anna Witse een belangrijke rol. En het toeval wilde dat ik net mijn eerste vriendje ontmoet had. En die woonde, of zijn grootvader, O.P.M. Blom, van Blom en van der A, de grote verzekeringsmaatschappij aan recht tegenover het Centraal Station, woonde in Ewijkshoeve. En dat hele terrein was dus van die inmiddels oude grootvader. Maar die grootvader woonde er en de grootmoeder woonde er. Ze hadden 9 kinderen gehad, dus er woonden ook nogal wat mensen op het terrein. Ik herinner me dat er allerlei ooms en tantes hier in de diverse huizen woonden. En dat maakte natuurlijk dat het verhaal voor mij ongelooflijk veel diepte en achtergrond kreeg. En toen heb ik besloten om daar eens een beetje onderzoek naar te doen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een artikeltje in de 19e eeuw. En ik was nog niet eens afgestudeerd, dus dat was heel bijzonder dat dat geplaatst werd. En toen heeft iemand gezegd, waarom maak je er niet een boek van? En toen ben ik onderzoek gaan doen. Met ontzettend veel plezier alles wat los en vast had bekeken. Heel veel archieven bezocht. Maar internet bestond nog niet. Dus dat wil zeggen dat er heel veel gegevens die nu inmiddels bekend zijn, dat mij die toen onthouden zijn. En dat is frustrerend tot op zekere hoogte. Omdat ik altijd gedacht heb dat Anna, die hier met haar vader op dit buiten woonde en die op haar 34e zelfmoord pleegde in de vijver achter het huis, dat zij dat onder andere, onder meer natuurlijk, ze had een karakter dat neerslachtig was en ze was misschien ook een beetje een psychiatrische patiënt. Maar zij wilde dolgraag zingen en zangeres worden. En ik heb altijd gedacht dat dat niet mocht. En nu net ben ik erachter gekomen door internet dat zij zelfs in Wenen gestudeerd heeft. Wat maakt dat je toch op een heel andere manier kijkt naar de achtergrond en naar de manier waarop haar vader haar niet tegengehouden heeft, maar zelfs heel veel mogelijk heeft gemaakt. Want ze heeft daar dik een jaar gestudeerd. Vader van Anna Witse en van de schilder Willem Witse heette Jonas Jan. En
Hij was een verre nazaat van de burgemeester van Amsterdam, die ook Witse, Nicolaas Witse heette. En dat betekent dat zij eigenlijk deel uitmaakte van een aristocratisch en lang in Amsterdam wonend geslacht zijn. De vader die woonde, had een mooi huis aan het Westeinde in Amsterdam, vlak tegenover het Paleis van Volksfluit. En toen de stad eigenlijk een soort weerwar werd van bouwprojecten, met name de bouw van de Pijp, recht tegenover het Westeinde. En er was een gasfabriek werd er gebouwd en er was een enorme stank van Heineken. Toen heeft vader Witse besloten om zijn basisadres te verkassen naar Baarn. En heeft hij Ewijkshoeve gekocht. Dat is ongeveer in 1882. Laten we even een stukje teruggaan in de tijd. In de maanden mei en juni van het jaar 1871 verschenen er advertenties in de landelijke dagbladen met de mededeling dat Ewijkshoeve zou worden geveild door notaris Collaar in het logement Ubink in Soestdijk. In de advertentie staat te lezen, ik citeer, het zeer aanzienlijk en uitgestrekt landgoed Ewijkshoeve, gelegen onder de gemeenten Zeist en Soest, bestaande uit wel doortimmerde herenhuizingen, geschikt voor zomer- en winterverblijf, bevattende beneden 6 kamers, alle behangen en geplafonneerd, en 2 van stookplaatsen voorzien, mangelkamer, ruime keuken en kelder. Dat alles werd gekocht door prins Hendrik de Zeevaarder, de jongste zoon van koning Willem II en broer van de latere koning Willem III, voor het luttele bedrag van 100.000 gulden. Wat er dan gebeurt is voor mij niet geheel duidelijk. Verkopen de erfgenamen het landgoed onderhands aan een projectontwikkelaar? Of geven zij deze opdracht tot de verkoop? Het is de Barendse bouwterreinmaatschappij Baren die in het najaar van 1882 een advertentie in onder meer het Vaderland plaatst, waarin ze aankondigt dat op nader te bepalen datum, vermoedelijk in de laatste helft van de maand november, in publieke... Het Vaderland meldt op 3 januari 1883 dat het bericht van alle grond is ontbloot. In de Amsterdammer van 22 maart 1883 lezen we vervolgens een advertentie waarin een veiling wordt aangekondigd van, inderdaad, het landgoed Ewijkshoeve, groot ongeveer 575 hectare, bestaande uit Ewijkshoeve, Prins Hendriksoord, Stalenburg, de Alexanderhoeve, met bossen, wei- en bouwland en heidegronden. Maar volgens Rijn van der Wiel verhuizen vader Witsen en zijn 3 kinderen al in mei 1882 naar Ewijkshoeve, dus een jaar eerder dan de veiling plaatsvindt. Het kan natuurlijk zo zijn dat de familie Witsen het huis in afwachting van de veiling alvast heeft gehuurd. Zijn gezin bestond toen uit, zijn vrouw was al heel vroeg overleden, uit Willem, die geboren is in 1860, uit Anna, die geboren is in 1855, als ik me goed herinner, en Kobi, de oudste dochter, die geboren is in 1851. Er waren 2 andere jongens, Jonas en Henri, en die waren al uit huis, die studeerden. Toen zij hier kwamen wonen, toen was het huis ietsje kleiner dan wat we nu zien. Er zijn aan de zijkanten zijn er delen bijgebouwd. Niet op de benedenverdieping, maar op de iets hogere verdieping. En het mooie van dit huis dat zij kochten was dat het een salon had op de eerste verdieping. Dus dat keek over de Pijnenburger Grift en over de weilanden aan de achterkant of de grasvelden aan de achterkant. Dus het was een buitengewoon mooi huis op korte afstand van een aantal stationnetjes, namelijk Maartensdijk en Baarn. En dat maakte het voor heel veel mensen interessant om hier een nachtje of meer dan 1 nachtje te komen logeren. En dat gebeurde eigenlijk in 2 generaties. De generatie van vader, die directielid was van Toonkunst in Amsterdam en die zich heel erg veel met muziek bezig hield. De generatie van die vader was dus componist Verhulst, maar ook in Den Haag had hij vrienden en dat was de schilder Mauve en er waren
diverse mensen van zijn generatie, de traditionele generatie, die hier op zijn verzoek kwamen, op zijn uitnodiging. En de generatie van Willem Witsen, 1860, die helemaal in die band van de tachtigers zat, die toen natuurlijk net aan het begin van hun 1881, 1882, dat waren eigenlijk allemaal nog vrienden van de academie. En dan heb ik het over Willem Bastiaan Tholen, Jan Vet, Jacobus van Looy, later Piet Meiners, maar allerlei jongens van zijn generatie die kwamen hier om te logeren en om in de watten gelegd te worden. Isaac Israels heeft wel eens gezegd, eigenlijk is Witsen de grote motor van de beweging van 80 geweest. Want hij heeft ze bij elkaar laten komen en dat ook een beetje, zal ik maar zeggen, gefinancierd door heel veel wijn te schenken, heel veel sigaren aan te bieden. De vader had geld zat, dus die vond het blijkbaar geen enkel probleem om zoveel mogelijk mensen in dit huis te ontvangen. Ze hadden aan de zolderverdieping hadden ze ongelooflijk veel kamertjes, waar met name personeel huisde. Maar er moeten dus inderdaad wel een stuk of 8 slaapkamers geweest zijn waar gasten konden verblijven. Een heel mooie anekdote is het verhaal dat Johannes Brahms in Amsterdam te gast was bij mensen van toonkunst en dat hij ook door Jonas Jan, de vader van Willem Witsen, werd uitgenodigd om op Eeuwigsoeve te komen. En het verhaal gaat dat hij op het stationnetje in Baarn uitstapte en daar vandaar in een koetsje naar Eeuwigsoeve werd vervoerd. En dat hij daar de componist Verhulst ook ontmoette. En veel later heeft hij gezegd dat hij voortaan alleen maar naar Amsterdam zou komen om te eten en te drinken. Want de manier waarop Verhulst zijn symfonie dirigeerde, maakte dat hij zei, ik doe dit nooit meer. Wat is dit vreselijk? En dat heeft ertoe geleid dat Jonas Jan zich heeft ingezet om het concertgebouw te initiëren en daarmee dus allerlei concerten in Amsterdam mogelijk te maken. Witsen was natuurlijk een schilder, maar dat betekent dat hij met name veel schilders uitnodigde in het begin van de Eeuwigsoeve-periode. Toen echter in Amsterdam de schilders heel veel ideeën bleken te hebben en daarover spraken met jongens die schreven, Albert Verwij, Willem Kloos, Frederik van Ede, toen bleek dat er eigenlijk een heel grappige gelijkgestemdheid bestond en een uitwisseling van al die ideeën, wat ertoe leidde dat er 2 nieuwe organen opgericht werden. De schilders richtten de Nederlandse Etsclub op, 1885. En de schrijvers richtten de Nieuwe Gids op, een nieuw blad waarin hun nieuwe elan werd blootgelegd. En het bijzondere is dat alle 2 de groepen het idee hadden dat het zou moeten gaan om het gevoelde, dus stemmingskunst. En dat betekent dat de schrijvers vonden dat je allerdiepste emotie op het doek of in de ets zou moeten worden weergegeven. Sfeer, maar diep gevoelde sfeer. En dat precies datzelfde gold voor schrijvers, schilders. Iedereen die in hun groep zat, die had het idee van, oh ja, dat is het. Dat is dus veel meer dan wat er in de Haagse school gebeurt, waarbij het alleen maar om sfeer ging. Maar hier was, wat later is de Amsterdamse school is gaan heten, gaat het om heel erg veel gevoel hebben dat dit de wereld is waarin we leven. En een heel mooi voorbeeld vind ik zelf. Er is een brief
van Witse aan Albert Verwij, waarin zij het hebben over wat de betekenis is van het object dat je schildert. En eigenlijk vond Verwij dat het heel erg ging om het idee en dat diep gevoeld. En Witse zei, ja, toch ben ik het niet helemaal met je eens, want van de week zag ik een kakkende schaapherder in het bos. En toen dacht ik, en dat is het echte leven. En ik had ongelooflijk veel zin om die man te schilderen. En toen zegt Verwij, ja, maar als het nou Jezus was geweest, zou je dan Jezus als kakkende figuur in het bos doen? En dan zegt Witse, ja, waarom niet? Als het Jezus was geweest, dan was het precies hetzelfde gevoel geweest. Dus met andere woorden, ze hadden een heel grappig soort discours over wat is nou diep gevoelde kunst. De twee groepen stimuleerden elkaar in 1885-86 enorm. Maar het leven op Eemshoeve veranderde wel, omdat Kobi, de oudste zuster, die hier op Eemshoeve permanent woonde, ten huwelijk werd gevraagd door Bram Arnsenius, die net zijn vrouw had verloren in het kraambed en met drie heel kleine kinderen zat. Vier heel kleine kinderen. En zij werd door dat zij het voorstel, het aanzoek accepteerde, ging zij in Den Haag wonen. De schilder Tolen, die een vriendin die ook heel veel op Eemshoeve kwam, trouwde, ging met Kobi en dat gezin in de Kanaalvilla in Den Haag wonen. En dat betekende dat het landgoed eigenlijk heel stil werd. Dus papa, zoals hij genoemd werd, woonde hier met Anna. Willem woonde hier ook. En dat betekende dus eigenlijk dat er de ziekte van Anna een veel grotere plek ging innemen in het dagelijks leven. Anna was natuurlijk, afgezien van dat ze neerslachtig was, werd ze ook doordat Kobi vertrok en trouwde, werd ze met haar neus op de feiten gedrukt. Ik heb niemand. En dat betekende eigenlijk dat zij erger en erger werd. Opgenomen werd in een psychiatrisch ziekenhuis in Utrecht. En daar lange tijd heeft verbleven. Willem werd heel erg beïnvloed door de spanningen in huis. En die vertrok op een bepaald moment naar Londen, omdat hij het op Eemshoeve eigenlijk te stressvol vond. En Anna schreef Willem in 1888, toen het met haar wat beter ging, kom alsjeblieft terug, want ik heb een paar uitnodigingen voor een concert gekregen, of voor een paar concerten, met heel beroemde Amsterdamse muzici, Julius Röntgen, die iedereen wel kent als componist. En ik zou heel erg graag die concerten willen aannemen, maar ik doe het alleen maar als jij terugkomt naar Eemshoeve. En dat is niet gebeurd. Anna heeft weliswaar die concerten gedaan, maar nadat ze die concerten had gedaan, viel ze eigenlijk in een zwart gat, omdat het afgelopen was en ook omdat de kritieken niet helemaal fantastisch waren. Ze werd heel vaak bevangen door een soort, paniek, waardoor haar stem een beetje wegviel. Er waren wel heel veel mensen die het heel prachtig vonden, onder wie de vader. Maar het betekende toch dat haar carrière niet echt de vlucht nam waarvan ze had gehoopt dat die zou plaatsvinden. Het buiten werd ook met het beweging van 80 leed aan heel veel ruzies, Verwij en Kloos, Witse en Tolen. Eigenlijk viel de boel een beetje uit elkaar. En de tragiek van dit verhaal is dat niet alleen maar het buiten stil werd, maar ook de jongens verloren eigenlijk een tikkeltje van hun, misschien hoogdravende verwachtingen, hun ideeën, hun grote behoefte om kunst met de grote K te maken. En ik zelf vind het tragisch dat Witse, die
heel moderne dingen heeft gemaakt. Ik wil toch nog één dingetje zeggen van wat hem modern maakte in vergelijking met bijvoorbeeld Mauve, die hij heel erg waardeerde. Maar Mauve had een vrij hoge of een horizon die precies in het midden van de schilderijen zit. Witse die durfde die horizon heel erg laag te maken, waardoor de mensen heel, het is net alsof je vanuit Kickforce perspectief naar het beeld kijkt, waardoor hij heel veel lucht had. Toch heeft Witse, ja, op de een of andere manier ook vanuit zijn gevoel van ik kan het niet, want dat had ook hij, heeft hij zich toegelegd op stillevendjes en portretten. En dat heeft hij verdienstelijk gedaan, daar heeft hij goed mee verdiend. Hoewel dat misschien niet helemaal nodig was, gezien zijn achtergrond. Maar ook hij heeft die ambitie om het echte grote te maken, heeft hij, ja, verloren. Die teleurstelling die wordt in het verhaal van Anna Witse uitvergroot. Toen de concertenserie achter de rug was, heeft ze na een maand of drie, heeft ze op een dag bedacht dat het zo genoeg was. Ze heeft diep in de avond, toen het ijs op de vijver gaf, is ze het huis uit te gaan, geslopen, omdat de bediende en haar vader het natuurlijk niet mochten horen. En ze heeft zich in de vijver van het leven beroofd. Willem was er niet, die was in Londen. Tolle was er niet. Daar was, zoals de bronnen lijken te vertellen, niemand van de vrienden. Haar zusje was er niet. Dus het was verlatenheid ten top. En het verhaal dat Frans Koenen van het leven van Anna heeft gemaakt, dat heet Vervreemd. Dat is een erg mooi verhaal waarin hij aan het begin van de 20e eeuw, zonder haar naam natuurlijk te noemen, zij heet Caroline in dat verhaal, vertelt hoe ze 's avonds laat eerst nog even langs alle kamers gaat voor ze naar bed gaat. En dan alle indrukken op zich laat inwerken van dit is wat ik achterlaat. En vervolgens doet ze haar nachtgewaad aan. Iedereen denkt dat ze gaat slapen. En als iedereen, denkt ze, in diepe rust is, dan kleedt ze zich weer aan en gaat ze naar buiten. En het bijzondere van dat verhaal is dat het, als je naar het gedicht van Gorter kijkt, luistert, een enorme indruk gemaakt moet hebben op al die jongens die hier via Willem, via de vader, zijn geweest. En het is typisch 19e eeuws dat er eigenlijk in woord op papier weinig is overgebleven van de reacties. Er is één reactie van der kinderen bijvoorbeeld aan Willem Witse. Die zegt, ja, je zal je er wel verbazen dat ik nooit wat van me heb laten horen. Nou is dat eigenlijk ook iets wat tegenwoordig nog voorkomt, dat mensen natuurlijk helemaal niet weten hoe ze moeten reageren. Maar ik denk dat de 19e eeuw helemaal, ja, een uitblinker was in het negeren van moeilijke zaken. En Tolle is, na ongeveer een jaar komt hier in een brief op terug. En dan zegt hij, als hij aan Witse schrijft, die nog steeds in Londen is, dan schrijft hij, ik liep vanmiddag langs de vijver. En dan denk ik zo helemaal niet aan Anna, maar dan denk ik aan het schaatsenrijden. En dat komt omdat ik er toen niet was. En dan zegt hij, en toen ineens, toen dacht ik dat ik de schim van Anna voelde gaan. En dat is dan na meer dan een jaar, is de eerste reactie die op papier staat. De enige reactie op papier van een van de bandgenoten die we kennen, is de reactie van Jacobus van Looy. En Jacobus van Looy was een jongen die was een heel gewone volksjongen.
En daarom verbaast het eigenlijk niet dat hij gewoon van zijn hart geen moordkuil maakt. Die is hier heel veel geweest. Die was ongelooflijk onder de indruk van het milieu. En hij zal ook heel erg onder de indruk zijn geweest van alle muziek die gemaakt werd. En hij is degene die tegen Willem zegt, oh, wat ben ik verdrietig om wat er bij jullie is gebeurd. De dood van Anna. Voor Gorter was dat de aanleiding tot het vers In de zwarte nacht is een mens aangetreden. Frederik van Ede schreef erover, evenals Frans Koenen en Hein Boeken. Het lied Abschied van Julius Röntgen, met wie Anna Witsen recitals had gegeven, is vermoedelijk bedoeld als elegie bij Anna's dood. En ook Jan Toorop schijnt in De tuin der weeën naar haar te verwijzen. In de zwarte nacht is een mens aangetreden. De zwarte nachtwolken vlogen, de zwarte loofstammen bogen, de wind ging zwaar in zwarte rouwkleden. Het gezicht was zo bleek in het zwarte haar, de handen wrongen, de mond borg misbaar. De nek was zwart, een hel was het hart, vandaar kwam het zwarte en worgde haar. Met de wind, met de bomen en met al de wolken is ze gekomen. Het waren rondom haar grote volken van zwarte nachtdromen. Bij een groot zwart water aan zijn zoom heeft ze heel stilgestaan. De lang geleden geboren boom heeft haar toen geraan. En de wind en de wolken hebben stilgestaan. Ze hadden het niet gedacht, anders waren ze niet gegaan. En hadden haar niet hierheen gebracht. En alle zijn ze blijven staan, de wind en de bomenblaan, en het wolkenvolk en de zwarte golf in de kolk. En de vaders en de voorouders stonden omhoog in stille wolken met hun schouders tot de voeten in zwarte toog. En de kinderen die ze had willen baren kwamen rondom tegen de bomen staan. Ze waren klein en stom. En één ding dat ze in haar leven altijd had gehad, kwam nu heel hoog boven haar zweven, lichtend mat. Een grote vogel, een grote bloem, een klinkende klok, haar grote roem, haar stem waarmee ze was geboren, hing nu omhoog en liet zich horen. En al die kinderen en die ouden hadden het niet gedacht. En ook niet de stem die boven de wouden nog zong in de nacht. Die was altijd in het leven geweest, haar enig lam. Die blaatte nu nog als een eenzaam beest of ze bij hem kwam. Die was het enige vuur geweest voor haar handen. Daar kwam ze 's avonds erg bevreesd uit de mensenlanden. Die was het dromen en lavende slaap voor haar in het leven geweest. Die stond nu boven, een eenzaam schaap, een blatend beest. Maar toch, ze ging en ze sleurde mee in een sleep, kinderen en klanken, in zwarte zee ging alles scheep. En het dreef nog even, het water zwart, vonkte van diamant. In de grote schipbreuk brak ook het hart. Alles zonk, het laatst de hand. In de jaren 90 werd het stiller en stiller op Ewijkshoeve. Willem Witse ging in Amsterdam wonen en werken aan het Oosterpark, waar hij het atelier kocht waar eerder Breitner, Israëls, Bastert, Poggenbeek en Kever hadden gewoond. Het landgoed verloor de functie als toevluchts- en rustoord voor kunstenaars. Het bleef een plaats waar Willem Witse, nu eens met zijn vrouw Betsy van Vloten, met wie hij in 1893 trouwde, dan weer met Boeken, Kloos, Jan Hofker, Van der Valk of Van Looy verscheen. Maar bovenal werd het de plaats van twee andere schilders, Dick Tolen en Piet Meiners, die er allebei een atelier kregen en een groot deel van hun werk schilderden. Tolen maakte er prachtige portretten van de opgroeiende kinderen Arsenius, van Coba aan haar werktafel, van Meiners aan het biljart.
Meiners schilderde er veel stillevens en het mooie portret van Kobi zittend aan een tafel in Tolens atelier. Na het overlijden van vader Witse in 1901 wordt het landgoed als zomerverblijf verhuurd. Zoals bijvoorbeeld aan de wisse natuurkundige hoogleraar Van der Waals, wiens dochter Jacqueline er sentimentele christelijke gedichten schreef. Willem Witse overlijdt in 1923. Hij moet Ewijkshoeve voor zijn dood van de hand hebben gedaan, want in augustus 24 komt het landgoed onder de hamer. Tezamen met de buitenplaats Prins Hendriksoord als eigendommen van de erven van Weyle de bankier Boissevin, die in 1921 is overleden. De Gooie Neemlander van 13 augustus 1924 meldt, ik citeer: gisteren had onder buitengewone belangstelling in Hotel de la Promenade al hier door notaris meester Dr. A.E. Schouten de publieke verkopingplaats der bekende buitenplaatsen Prins Hendriksoord en Ewijkshoeve, gelegen onder lage vuurs in de gemeenten Zeist en De Bilt. Einde citaat. En zo hield Ewijkshoeve op de tuin van 80 te zijn. Het was zelfs geen tuin der weeën meer. Van het trotse landgoed dat in de 19e eeuw bijna 600 hectare groot was, bijna twee keer zo groot als het huidige Pijnenburg, is nog slechts weinig hectare over. Maar de schoonheid is gebleven. Dat zie je als je op de Soestdijkse straatweg rijdt.